Goedemorgen met Wil van Delft van Delft Blauw. Goedemorgen. Goedemorgen, welkom hier in het programma Charelle. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is namens Frankie. Welkom en de single Alleen Jij. Ja, klopt. Ja. En nu is het ook. Ja. Ja. Is gisteravond laat geworden zeker? Wat zeg je? Gisteravond weer laat geworden. Ja, het is wel laat geworden, ja dat klopt. Dat is weekend voor, hè? Ja, dat is weekend voor. Het is weer de hoeveelste single is dat van jullie samen, van jou met Frankie? Van ons samen is dit de derde single, ja. Derde single, want Verboden Liefde, was dat de eerste of de tweede? Ja, nee, dat was de eerste. Dus eigenlijk ja. De derde single samen met Frankie Velkom en dan ongetwijfeld de vraag natuurlijk van, ja, gaat dat weer een vervolg krijgen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we wel een single één keer per jaar samen uitbrengen. Ik denk dat we dat, zolang het leuk blijft en zolang het leuk is, dat we dat wel blijven doen samen. Ja. Toch wel. Dus je zegt één keer per jaar, dan gaan we dus samen een single brengen. Ja. Één keer per jaar moet wel lukken, toch? En los daarvan, los wat jullie samen doen, wat je zelf, blijf je daarnaast natuurlijk ook nog de single uitbrengen? Dit jaar nog? Of zeg je van, nou laat eerst dit maar? Nee. Zelf ben ik ook gewoon nog steeds bezig. En de laatste single is dicht bij jou. En eigenlijk ben ik weer bezig met een nieuwe single. Even kijken wat ik wil. En dan komt er, ik denk dit jaar nog wel een nieuwe single van mezelf uit. Ja. Die samenwerking met Frankie, hoe is dat ooit tot stand gekomen, Charelle? Ja, mijn moeder had eigenlijk een idee om het liedje Verboden Liefde uit te brengen. En dat ze een heel, dus ze zag het eigenlijk helemaal voor me hoe het moest horen. En dan moest dan met een man gezongen worden. En met een man die wel een beetje trubbelig is, druk is. Toen dacht ik, ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn en dat is Frankie. Ja. Ja. En jullie komen al dus zodoende zijn we bij elkaar gekomen. Ja. En jullie is het niet moeilijk, want jullie komen al twee uit de buurt van Terrenbos vandaan. Ja, ook. En Frankie die kent mij al vanuit de Luiers, dus we kennen elkaar al echt heel lang. Ja. Het is wel grappig. Voor jou eventjes, Charelle, is dat leuk, hè? Want je was ook al lang aan het zingen, hè? Want je bent al eigenlijk als klein meisje al begonnen, hè? Ja, toen vond ik dat al leuk. Het is ook al een liedje van Frans Bauer. Ja, oh, dat is lang geleden, hoor. Ja, en dan gaan we weg. Heb je een heel repertoire ontwikkeld, ook voor jouzelf, en deze met Frankie. Terugkijkend op hetgene wat je tot nu toe gedaan hebt, kun je daar tevreden voor terugkijken? Ja, zeker. Altijd. Alle dingen die ik doe, daar kijk ik wel goed tevreden op terug. We hebben een leuke tijd samen met zingen. Ik heb een leuke tijd alleen met zingen. We hebben eigenlijk nooit iets onder elkaar. We hebben het altijd wel leuk met z'n tweeën. Ja. Nu, momenteel, als je dat optreedt, treden jullie dan samen ook wel veel op? Of is dat moeilijk met qua boekingen? Nee, we kunnen dat wel goed combineren, moet ik zeggen. De ene keer gaan we samen naar het optreden, en de andere keer ben ik al op een andere locatie, of is Frank op een andere locatie. En dan komen we elkaar samen weer tegen waar we moeten zingen. Dus dat valt allemaal wel goed te plannen, moet ik zeggen. Ja. Frank is dan weer de gaat met vakantie, ben jij die of is of die gaat met vakantie, en jij? Ik ook mijn vakantie, ik ga morgen vroeg. Morgen vroeg, en waar ga je naartoe, vraag maar? Ja. Ik ga naar Tormelinos een weekje zingen. Ja, een beetje zonnen en een beetje zingen. Een beetje zingen, zo is het. Nou, leuk dat ik jou toch even gesproken heb deze zondagmorgen. Dan zingel Alleen Jij en gaan we zo dadelijk draaien. Ik ga je vast een heel fijne vakantie toe wensen. Ja, hartstikke bedankt. Jullie bedankt voor het interview weer en voor de tijd. Ja, nou, ik zou zeggen, maak er nog een rustelijke rij vandaag. En veel succes en een goede reis morgen. Gaan we doen, hartstikke bedankt. Hoi, doei. Doei.